En we zijn aan het gaan. Ja, dan kan ik ook zien. Mijn naam is Romy. Ik ben Marije. En wij zijn Kookpunt Chicks. Marije, waar heb je precies gelaten? Ja, die is er. Heel jammer, maar wat gaan we doen vandaag? Nou, de eerste verrassing is dat ik vandaag even meedoe als Kookfish Chick. Cool. En de tweede verrassing is dat jullie normaal twee kijkers verrassen. Mm-hmm. Maar het is even omgedraaid. Want Tjalf uit Heerenveen, dat is een schaatsbaan, die hebben ervoor gezorgd dat wij een elfstedentocht kunnen schaatsen. Want die is natuurlijk al heel lang niet geweest. Cool, dus vandaag worden wij verrassen in plaats van dat wij verrassen. Klopt. Nice. Kan je een beetje schaatsen? Lang niet meer gedaan. Jij? Ja? Ik ook niet. Daarom zijn er namelijk twee jongens. Twee topschaatsers en die gaan ons eventjes de kneepjes van het vak laten zien. Maar wie zijn er? Nou, de eerste is Roy. Hij is 17, hij houdt van schaatsen, uitgaan met zijn vrienden en hij wil graag sportleraar worden. De tweede is Sam. Mm-hmm. Hij is 18 jaar, houdt van hardlopen, reizen en natuurlijk schaatsen. Yes. Maar nu eerst, spin de bottle! Degene op wie de bottle komt, die gaat bij Sam. Yes. Okay. Spin de bottle. Spin de bottle. Spin de bottle. Ja! Oké, okay, ik ga bij Sam. Dan ga ik bij Roy. Succes Marije. Heel veel succes. Ik ga je op tegen toch? Hier gaan we. Op naar Zio! Welkom in het Tio. Welkom in het Tio. Nou, Sam en Roy gaan ons dus verrassen vandaag. Ja. En zij gaan ons leren schaatsen. Nee. Maar ze weten nog niet hoe we aan gaan komen. Nee, want we hebben een super speciaal entree geregeld. Ja, namelijk Sylvester Stallone. Ja, eet het zo goed. Een Simone! En het schoonmaakapparaat. Het schoonmaakapparaat voor de uitstand. Ja. Een Simone. Dit is Henk, hij gaat ons rijden. We rijden op ijs. We rijden op ijs. Oh my god, we rijden op ijs. Ik vind dit echt cool. Gewoon. Dit is echt zo'n kinderdroom. Als je een schaatsbaan was en dan wilde hij altijd hierop. En dat mocht niet. En nu zijn we op de Salomi. Oh. Zijn jullie Sam en Roy? Hoi! Spring eraf! Oh my god! Oké. Okay. Hoi, Romy! Hoi! 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 Sam. Hallo! Marije! Sam! Hoi! Nou, jullie komen ons vandaag verrassen! Ja, wij komen jullie verrassen! Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan jullie leren schaatsen voor een elfstedentocht! Oh my god! Best wel cool! Dat is wel vet! Oké, okay, zullen we onze schaatsen aandoen? En dan... Ja? Oké, jongens, jullie komen ons vandaag verrassen! Yes. Maar ik ben wel benieuwd wie jullie zijn. Ik ben Sam, ik ben 18 jaar. Ik kom uit Almere. Ja, en je houdt van schaatsen? Ja. Wat ja, doe je? Gewoon schaatsen als in lange afstanden of sprint of doe je ijshockey? Of... Nou ja, vooral langs lange afstanden en ja, daar hou ik wel van. Ook wel sprint, maar veel minder. Ik ben Roy, 17 jaar nog. En ik kom uit Amstelveen. Ik schaats eigenlijk voor mijn hobby meer ijshockey dan lange baan. Maar schaatsen jullie dan ook wedstrijden? Of is het echt voor de lol? Alleen voor de lol. Oké. Okay. En jullie zitten samen in een team of jullie zitten elkaar in de klas? Zelfde school dan, ja. Cool. En jullie zijn best friends for life. Ja. Eigenlijk wel. Ja. Wij ook. Ja. Maar straks gaan we strijden en dan niet meer. Haha. Nou, laten we de baan opgaan en de les beginnen. Yes. We gaan dus nu even een paar rondjes schaatsen over de schaatsbaan om het gevoel van het gaat. Om even het vertrouwen te krijgen in het ijs en in onszelf. Weet je? Ik kan niet remmen. Jongens, ik wil iets leren. We hebben nu net een paar rondjes geschaatst en dat ging best oké. Het ging best goed. Maar... Denk ik. Volgens mij is een van de belangrijkste dingen die je op het begin moet leren remmen. Ja, kunnen jullie dat ons leren? Dat is zeker. Ja, dat gaan we jullie leren. Dat komt helemaal goed. We gaan zo toch gewoon beginnen. We gaan van de blauwe lijn tot aan de blauwe lijn daar schaatsen. En dan mogen jullie daar aanzetten. En dan mogen jullie hier stoppen. Hou je benen bij elkaar. En wanneer je bij de blauwe lijn komt, druk je benen uit elkaar. Nou, ik heb best wel goed geremd. Niet dan. Heel makkelijk. Maar oh my god. Nou, we gaan nu bochten leren. Ja. Daarbij gaan we eerst kijken, in het begin een beetje kijken dat je op je linkerbeen leunt. En dan een beetje afzet met je rechterbeen. Oké, zullen we doen? Let's go. Bam! Thank you.
probeer weer iets om een beetje die evenwicht te behouden. Oh nee! En ook zakken. Je moet proberen één rondje helemaal op je ene been te zitten, gewoon zo. Alleen op één been is leunen. Een beetje je balans te behouden. Ik vond het best wel goed gaan en ik vind de overstap heel eng. Ja, maar volgens mij zijn we er wel klaar voor de Elfstedentocht. En jij? Denk jullie? Ja, ik denk ook dat ik er wel klaar voor ben. Ja? Ja. Okay. En jullie? Denk jullie klaar voor? Ja, sowieso. We zijn er wel ready voor. Ja? We zijn ready! We zijn ready! Yeah, never been born ready, man! Oké. De boys hebben hier een Elfstedentocht klaargelegd voor ons. En we zijn er klaar voor. We gaan nu beginnen met de Elfstedentocht. Ja. Maar we gaan natuurlijk niet een echte Elfstedentocht doen, want we zijn gewoon binnen. Want sinds het jaar 1678, zoek maar op Google, ik weet 100% zeker. 1678? Is geen Elfstedentocht meer. 1678? Ik dacht van, weet niet. Oké. Dat is één van de onderdelen. Volgens mij gaan we hier slalomen om bandjes. Het ziet er heel vet uit allemaal. Ik word een beetje bang van dit parcours, want het zijn allemaal echt eng uit. We moeten best wel onder dingen door. Ja, daar is echt een tunnel gewoon. Ja, en daar ook. Ja. Dit is de ultieme strijd, wat voel je? Ik voel me echt helemaal, ik ben spannend jongens. Vind je het spannend? Ja, ik vind het spannend. Denk je dat je gaat winnen of niet dan? Nou, je bent wel een goede concurrent. Een goede concurrent? Ik vind jou ook wel een goede concurrent, Marije. Ik denk dat we de strijd gaan aangaan. Ja. De ultieme strijd, Frisch Chick versus Frisch Chick. Mm-hmm. Who's gonna win? We gaan dus tegelijkertijd het parcours af, dus we beginnen allebei op deze rode streep. Yes, en we eindigen op de rode streep. En we eindigen op deze rode streep en het is gewoon een parcours wat we net hebben gedaan, jullie gaan het zien. Ik denk dat jullie gewoon mee gaan nemen en dat het ontzettend spannend wordt. Heel veel succes, Marije. Mogen de beste winnen. Drie, twee, één, go! Om het wak heen, verder door. Goed zo. Kijk, Marije kwam vandaag even op bezoek en zij dacht, ik ben nieuw Frisch Chick, nieuw bloed, vers, een frisse Frisch Chick. En we verliezen gewoon. Maar het was wel heel gezellig. Ja, ik vond het wel heel leuk. Yay. En ik wil jullie bedanken. Want ja, heel erg bedankt voor jullie lessen vandaag. Thanks. Normaal gesproken vragen we altijd aan je, laat in de reactie weten wie er heeft gewonnen. Hashtag Team Romy, hashtag Team Suus. Team Suus is er niet en we weten al wie er heeft gewonnen, namelijk hashtag Team Romy. Maar laat even team hashtag Marije achter. Als je Marije toch even aardig vindt. Ja. Ik vond het wel heel gezellig. Thanks, Tiaf, helemaal top. Vond jij dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat in de reacties weten of jij een beetje kan schaatsen en wanneer de laatste Elfstedentocht nou echt was. Als jij het wel echt weet. En wil je nou zien dat ik trampoline ging springen met de vorige aflevering van Coolbox? Check dan even die video. En de vorige Frisch Chicks aflevering, de Valentine's aflevering, check dan deze. En dan zien we je heel snel weer op Coke TV. Doei!